Waarom is Teddy gestopt met T-Square? Oké, ik heb hele leuke complimentjes in petto. Je mag het al zeggen, je mag de titel al zeggen. Nou, ons nieuwe liedje heet... Hoi! Leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe video op Tina TV. Wij zijn Timo, Tyrone, Thijs en Tristan. En samen zijn wij T-Square. Vandaag gaan we vele vragen van jullie beantwoorden die jullie op Tina's Instagram gesteld hebben. Ja. Lijkt deze nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog en abonneer ook even. Ja, en laten we maar snel beginnen. Yes! Ed Mila Girlpower vraagt aan ons, hoe kwamen jullie op de naam T-Square? Nou ja, we waren echt wel aan het overleggen, want we hadden natuurlijk wel een originele, maar wel een leuke boybandnaam. En toen dachten we van ja, we beginnen alle vier met de T, dus de T is wel echt leuk om erin te verwerken. En we zijn met z'n vieren en vierkant is in het Engels square, dus toen kwamen we eigenlijk op de naam T-Square. Volgende vraag. De volgende vraag is, hoe oud zijn jullie? Ik ben 14. 13. 13. 13. Dus ik ben de oudste. Welke datum zijn jullie jarig? Nee, ik op 18 april. Ik ben op 11 september, ja. Ik op 19 september. 6 juni 2007. Brams.Sanne vraagt, waarom is Teddy gestopt met T-Square? Dat heeft een hele logische verklaring. Teddy is eigenlijk gestopt omdat hij solo verder wou. Dus ja, dat accepteren wij en we steunen elkaar nog steeds. De volgende vraag van Ed Pien Kortstra is, hoe waren jullie op het idee gekomen om een vierde lid te zoeken? Nou ja, we waren natuurlijk ongeveer net geen maatje met z'n drieën en we dachten wel van, ja, we zijn wel een boyband en een boyband is eigenlijk wel meestal wel met z'n vieren of z'n vijf, maar vieren vonden wij toch echt het leukst. En we dachten van, laten we gewoon audities houden en kijken wat eruit komt. En toen kwam Tristan eruit en daar zijn we nog steeds heel erg blij mee. Waarom hebben jullie voor Tristan gekozen als vierde lid? Nou, ik denk dat we het allemaal eens zijn dat hij echt heel goed kan zingen. Hij heeft het plaatje om in een boyband te zitten en ja. Ja. Dat, het is eigenlijk heel simpel, hij past er gewoon goed bij. Ja. Imke van Vroenhoven die vraagt aan mij waarom ik bij T-Square wou. Nou ja, mijn zus die stuurde mij een DM dat ze vier lid zochten. En toen, ik weet niet echt waarom ik het wou, maar ik dacht ik vond het wel leuk. Dus ja, toen had ik me opgegeven en toen audities. Zijn jullie verliefd? Ik niet. Nee, ik ook niet. Hebben jullie ook andere hobby's naast zingen? Nou ja, ik vind het wel leuk om te vissen, maar dat doe ik eigenlijk weer in de zomer, dus nu doe ik dat niet echt. Maar gewoon Netflixen en YouTube kijken, dat is eigenlijk de voornaamste. En Tyrone, wat zijn jouw hobby's? Ik hou heel erg van dansen, het past heel goed bij zingen, het is allemaal heel muzikaal, dus ja. Nou, ik zit veel op de PlayStation en ik zit op hockey, dus dat vind ik ook erg leuk. Ja, gewoon inderdaad PlayStation en ja, gewoon op mijn telefoon zitten Netflixen. Wanneer komt er weer nieuwe muziek? En dat is heel binnenkort. Ja, we zijn al bezig. Er staat al iets klaar, we zijn er iets aan het... Je mag het al zeggen, je mag de titel al zeggen. Nou, ons nieuwe liedje heet Je bent er weer. En we zijn nog een beetje aan het perfectioneren en allemaal dingen aan het doen nog. Ja. Maar het komt binnenkort uit. Hoe is het om samen te zingen? Nou, ik vind het heel erg leuk. Ik weet niet wat jullie vinden. Ja, ik vind het niet zo leuk. Niet leuk? Nee. Kan het opnieuw? Nou, ik vind het super leuk om samen te zien. Ik ook, ja. Dat klinkt ook best wel goed ook. Ja, zeker ook meerstemmig is altijd wel leuk natuurlijk. Zou je verkering willen met een fan? Nou ja, ik denk persoonlijk niet echt, omdat fans meestal kiezen voor hoe jij bekend staat op camera en zo. En ik denk dat het dan heel lastig is om ook nog zeg maar te banden als diegene je niet echt persoonlijk kent. Dus ik zou denk ik zelf niet kiezen. Ja, hangt er eigenlijk vanaf wat de intenties zijn van diegene. Mm-hmm. Waarom deden jullie mee met de Junior Song Festival? Nou, ik deed mee omdat het gewoon een hele leuke, omdat het me gewoon een hele leuke ervaring leek. En ja, eigenlijk daarom lijkt het me gewoon heel leuk. Jullie? Ja, het was gewoon een nieuwe ervaring. Ja, bij mij was het eigenlijk een soort van uit de hand gelopen weddenschap. Maar ja, toen mocht ik naar de auditiedag komen, toen dacht ik van shit, is eigenlijk echt wel heel erg leuk. Benieuwd de Poes vraagt, wat willen jullie nog samen bereiken? Ik denk sowieso een groot concert en een festival. Ja, dat is en nieuwe nummers, eigen nummers maken. Meet and greet, ik wil jullie ontmoeten. Ja. Want door corona hebben we niet echt de kans gehad om fans in het echt te zien. Official Janemiek die vraagt, wat vinden jullie van fanaccounts? Ja, ik vind het echt super leuk. Mm-hmm. Ja. Ook dat ze tijd besteden om een account te maken, edits te maken. Elke week zo. Mm-hmm. Ja, het is ook echt serieus goed soms. Dat heb ik ook wel eens geprobeerd, zo'n edit maken, maar ik denk, dit werkt niet. Dat kan ik echt aan. Heel knap, blijf doorgaan, want we houden van jullie. Yes. Ed Gwen.netje vraagt, hebben jullie een celebrity crush?
rappers. Nou, ik zelf niet. Ik ook niet. Ik ook niet. Camila Mendes. Van Riverdale. Zij is getrouwd. Oh! Welkom die X, Timo die vraagt met wie zou je voor één dag willen ruilen? Beyoncé. Beyoncé, want zij is gewoon heel erg beroemd en ze heeft heel veel geld en zo, dus ja. Ik zou wel met de Grinch willen ruilen. Ja. Niet. Gewoon lekker niks doen en gewoon mensen in dit. Weet je wat ik zou willen ruilen? Nee. John de Mol. John de Mol. En weet waarom? Wat is hij de redenering? Hij maakt zoveel televisieprogramma's en ja, hij heeft gewoon heel veel geld en hij heeft een groot huis en ik wil dat later ook, dus ja, John de Mol. Het Lotte laat zich bespijken, man, vraagt wie is jullie voorbeeld? Als boyband denk ik wel One Direction, New Kids on the Block, Be Brave, Backstreet Boys. Main Street 4, Why Don't We? Omdat zij als boyband heel erg groot zijn geworden. En dat zou ik ook wel met een boyband willen bereiken. Yes, Ben die vraagt, heb ik wel eens auditie gedaan voor het Junior Song Festival? Nou, nee. Nee, nooit echt aan gedacht of zo. Dus ja, tot simpel is het. En nu kan het niet meer, want nu zit het bij ons. Welk jaar en niveau doen jullie qua school? Nou, ik zit in de tweede en ik doe HAVO-VWO. Ik zit in de tweede en ik doe VWO. Ik zit in de tweede en doe HAVO. Ik zit in de tweede en ik doe MAVO. Suze van der Pas vraagt, hoe is het om zo bekend te zijn? Nou, ten eerste voel ik mezelf niet zo bekend. Nee, ik ook. Maar om een beetje te hebben dat mensen je kennen is wel grappig. Want als je dan soms op straat loopt, herkennen mensen je en dan is het altijd wel leuk. Dus ja, het is eigenlijk wel leuk om bekend te zijn. En Kara van Zanten 2009 vraagt, wat vinden jullie het leukste aan elkaar? Oké, ik heb hele leuke complimentjes in petto. Timo, jij bent heel zelfverzekerd en dat laat je ook altijd merken. Ja. Je bent heel sociaal met anderen en je kan gewoon supergoed zingen. Tristan, jij bent gewoon altijd echt serieus. En als het bijvoorbeeld druk is, zorg jij er echt voor dat het wat rustiger wordt, waardoor wij met z'n vier ook altijd echt beter kunnen werken en je hebt gewoon een hele mooie stem. Tyrone, jij bent op zang- en dansvlak gewoon super getalenteerd en ja, je kan heel goed choreografies maken en ja, dat zijn mijn complimenten. En mijn compliment is dat ik mijn bord goed leeg eet. De laatste vraag alweer is van It's Me, It's Evie en de vraag luidt, hoe hadden jullie geheten als jullie een meisje waren? Ik had Suze of Lois geheten. Ik weet het niet, want mijn moeder dacht echt zeker ze weten dat ik een jongen was. Dus ze had eigenlijk nooit een meisjesnaam bedacht. Maar, als ik het zou bedenken, zou ik Nicky willen heten. Ja. Ik zou Danique heten, want ja, dat hadden mijn ouders gezond. Dat is logisch. Ja. Ik zou Sterre hebben gegeten, want mijn zus heet Julianne Sterre. En anders zou ik Sterre willen heten. Super erg bedankt voor al jullie leuke vragen. Wij hebben ook nog een leuk nieuwtje, want op 17 februari komt ons nieuwe lied Je Bent Er Weer Uit. Like deze video en laat even een leuke reactie. Yes. En vergeet niet te abonneren op Tina TV voor leuke content. Ja. We zien jullie weer bij de volgende video. Doei! Doei.